Het eerste hulpvoertuig, door velen wordt hij al de brambulance genoemd, wordt vanochtend feestelijk gepresenteerd op het stadhuis van Rotterdam. De proef wordt de komende maanden gehouden in Maassluis in Hoek van Holland. Wat het voertuig doet is heel snel hulp bieden. En dat doen we bovenop de reguliere voertuigen die er zijn. Dus ambulance en brandweerwagens, die blijven gewoon rijden. Maar dit voertuig zorgt dat ze snel ter plekke zijn en heel snel hulp verlenen op het moment dat het nodig is. Met het voertuig kun je iemand niet vervoeren naar het ziekenhuis. Maar het belangrijkste werk van verpleegkundigen meestal is het stabiliseren van een patiënt ter plaatse. Dat geldt ook voor kleine ingrepen op terrein van de brandweer. Dus een kleine keukenbrand bijvoorbeeld kun je op deze manier al afdoen en hoef je niet zo'n grote wagen te laten komen. Dus het is een vernieuwing inhoudelijk in de zorg en het zou misschien op de lange termijn ook nog eens een keertje kunnen opleveren dat we efficiënter met ons geld omgaan. Het voertuig wordt bemand door twee hulpverleners, een verpleegkundige en een brandweerman, die elkaar waar nodig kunnen assisteren. Ik krijg ook aan de brandweerkant een opleiding inderdaad en ik ga de brandweerman assisteren bij het blussen van de brand. Op straat komen we elkaar natuurlijk heel vaak tegen. Hè? Bij patiënten die we naar beneden halen, bij reanimaties, noem het maar op. En ik denk dat we elkaar daar wel van kennen. We weten ongeveer wat we van elkaar kunnen verwachten. Ik denk dat we een goede aanvulling kunnen zijn op elkaar. Er is geen toekomst dan juist samenwerken tussen verschillende disciplines. Het echt apart optrekken van de brandweer en het apart optrekken van de ambulancezorg is wat mij betreft echt voorbij. Op het moment dat het gaat om hulp verlenen, dat zit in de genen, dat zit in de DNA van onze organisatie. Wij willen hulp verlenen en dat doen ze nu samen. En de proef zal uitwijzen of het ook echt succesvol is.